De Nijmeegse energieweg is altijd al druk, maar dat is de komende dagen nog meer het geval. Er zijn namelijk in beide richtingen overdag minder rijstroken beschikbaar. Tijdens de spitsuren is de weg helemaal beschikbaar, maar tussen 10 en 3 wordt er onderhoud gedaan aan de berm. Er worden onder andere nieuwe bomen geplant langs de weg. Daarvoor moeten meerdere rijstroken dicht. De werkzaamheden zijn naar verwachting op 3 maart afgerond en tot die tijd zou het dus kunnen dat autoverkeer vertraging oploopt op de energieweg.